bent het. Je brengt me nog in de problemen, Dante. Straks hoort iemand me. Ik wou dat iemand me wilde horen. Iemand anders dan jij? Stop. Ik weet dat ik niet van muziek mag houden. Geen muziek. Geen muziek. Maar de vader van mijn overgrootmoeder Coco was de beste muzikant aller tijden. Papa. Ernesto de la Cruz. Op een dag vertrok hij met zijn gitaar en kwam nooit meer terug. Nu denkt mijn familie dat muziek een vloek is. Over overgrootvader, ze begrijpen me niet. Ik moet muziek maken. Oké, wie zit hier binnen? Het spijt me. Wat gebeurt er? Het is maar een droom. Alsjeblieft, zeg. Welkom in het land der doden. Tante, wacht. Je moet wel bij me blijven. Dus het is geen droom. Jullie bestaan hier echt. Ambtenaren van het ministerie van familiereunie kunnen u bijstaan. We zijn op zoek naar een levende jongen. Michael, wat doe jij hier? We zijn je familie, mijo. Ik ken je overgrootvader. Ik breng je wel naar hem toe. Wat ben je aan het doen? Ik loop als een skelet. Nee, skeletten lopen niet zo. Zo loop jij wel? Helemaal niet. Als er niemand in het land der levenden zich je herinnert, verdwijn je uit deze wereld. Maar dat kan jij veranderen. Ik moet mijn overgrootvader vinden. Je moet het doen voor zonsopgang. Wat gebeurt er na zonsopgang? Dan zit je hier voor altijd vast. Baba? Ik ben een grote fan. Vergeet nooit hoeveel je familie van je houdt. De zon komt bijna op. Je kunt niet ontkennen wie je hoort te zijn. Achoo! Ik ben erg allergisch. Maar Dante heeft niet eens haar. En ik niet eens een neus. En toch jeukt hij. Achoo!